Hiernaast heb ik Philips Wildem. Dankjewel dat jullie uw tijd kan delen met mij om het interview te maken. Beste Philips, u zat gevangen in Madrid terwijl uw vader vocht tegen de Spanjaarden in de Lage Landen. Vindt u het niet vreemd dat uw vader u niet kan bevrijden? Als mijn vader mij kan bevrijden, dan brengt het de Nederlanders in gevaar. En dan ben ik een garantie voor de Spaanse koning. Gabriel was erg in uw leven betrokken. Was hij een spion voor de Spaanse koning? Misschien wel, maar hij is wel altijd trouw gebleven. U bevrijd werd uit de gevangenis en u zich half Spaans en half Hollands voelde, is het veranderd nadat u weer in de Lage Landen kwam wonen? Ik met Eleanor trouwde, was ik een Nederlander geworden. Waarom gingen de Spanjaarden precies vechten tegen de Nederlanders? De Spaanse koning wilde ons katholiek houden, maar dat wouden wij niet, maar wij wouden protestant zijn. Wat vond u ervan wanneer de oorlog stopte? Heel goed, het had zo lang geduurd.